Van harte welkom. Dit is een nieuwe aflevering van het Koetshuis met vandaag één gast. En dat is Ton Zuidema. Hij is de fractievoorzitter van D66. Wat een week, hè? Het was een hectische week, klopt. Twee leden zijn opgestapt uit de fractie. Dat moet pijn doen. Dat doet het ook. Ja, het is vervelend. We hebben het niet op tijd aanzien komen. En we vinden het vooral jammer dat ze voor zichzelf in de raad verder gaan. Zie je dat als een persoonlijk falen, om maar met de deur in huis te vallen? Jij als fractievoorzitter staat toch bekend als een verbinder. Dat gaat je op zich redelijk goed af in die raad. En toch gaan twee leden van je eigen fractie er vandoor. Ja, dank je voor het compliment. Maar nee, niet als persoonlijk falen, wel als een triest einde aan een verschil van opvatting over politiek bedrijven. Een definitie van een verbinder, hè? Dat is toch ook het inschatten, het zien en kijken waar de mogelijkheden liggen. Klopt, hebben we allemaal gedaan. Hoe ben je daarmee omgegaan? Nou, veel gesprekken gevoerd, ook in de evaluatieve sfeer. Kun je een tijdspad daaraan plakken? Vorig jaar november zijn we, daarvoor zijn er wat kleinere gesprekken geweest, maar vorig jaar november hebben we een mediation traject gelopen. Toen bleek dus al dat er problemen waren die jullie intern niet meer konden oplossen, dus jullie hadden een extern iemand nodig. Nou, probleem is een groot woord, maar we hadden iemand extern nodig die met elkaar, dus met de fractie, eens eventjes wat een route uit ging zetten en dingen helder zou gaan maken. En wat was er toen bijvoorbeeld niet helder? Kun je daar inzicht in geven? Ja, dat is natuurlijk een beetje vaag. Het gaat om de stijl van politiek bedrijven, de manier waarop je je collega's tegemoet treedt, de manier waarop je debat voert, daar was verschil van mening over. Ja, en nou zegt D66, we bedrijven nieuwe politiek. Mm-hmm. En nou zeggen die twee, met name Robert van Galen, de manier van politiek bedrijven, het achterkamertjesverhaal, de mond snoeren, ja, dat bevalt me niet. Nou, dat klinkt toch heel erg, zeg maar, als oud. En dat is rechtstreeks aanval. Maar mond snoeren is geen sprake van. We zijn een open fractie. Maar de man heeft het wel zo ervaren. Ja, dat begrijp ik dan niet. De fracties zijn geanimeerd. Iedereen kan zijn zegje doen. Dat is ook typisch D66, hè? Dat je binnen je club vaak behoorlijk wat afstemming zoekt en met elkaar praat over wat gaan we naar buiten brengen. Toch waren ze bij allebei die opgestapt zijn bij de afgelopen perspectievennota niet aanwezig met de reden dat zij hun eigen verhaal niet konden doen. Ze moesten zich conformeren aan het partijbelang. Nou, eigenlijk hadden ze op dat moment al de afweging gemaakt om uit de partij te stappen. Die gesprekken waren op de achtergrond. Weet je dat met de kennis van nu? Volgens mij is dat later pas duidelijk geworden. Dat is later definitief duidelijk geworden. Maar op dat moment was Robert al opgestapt en was de discussie niet aangegaan en gezegd van nou, ik. Maar goed, dat kan hij ook in boosheid gezegd hebben. Hè? Hebben we nog eventjes gedacht, dat later, een dag later is dat bevestigd, dus dat was geen boosheid. Toen was het al duidelijk dat hij zou opstappen? Ja. Maar jullie zijn dan niet mee naar buiten gekomen? Nee, want je moet dat soort dingen wel officieel bevestigen, dus iemand kan dat inderdaad roepen, maar dan is het nog niet zo. Dat gaat via vrij formele kanalen, dus via de burgemeester en de griffier, via het landelijk bureau, dat je lidmaatschap opzegt bijvoorbeeld. En op het moment dat dat allemaal niet gebeurd is, kun je daar verder niks mee doen. Ja, het hart van de heer Van Galen ligt bij D66 nog steeds. Lokaal heeft hij zich afgezet tegen D66, landelijk niet. Dat duidt erop dat het om personen gaat in plaats van over de partijcultuur in zijn algemeenheid. Lokaal heeft hij zich eigenlijk ook niet afgezet. In het interview begreep ik dat hij heeft gegeven dat hij zich prima kan vinden in de standpunten van D66 en dat het gaat om de stijl van handelen. Ja, en die stijl van handelen, daar zijn we niet tot elkaar gekomen. En dat is echt een fractie en bestuur die achter de partijlijn staan. En je hebt het ook niet zien aankomen. Is dat niet dan een beetje naïef? Daar hebben we dat mediation traject voor gelopen. Mm-hmm. Uiteraard hebben we dat aanzien komen. We hebben er alles aan gedaan om dichter bij elkaar te gaan staan. En dat is ook een tijd best goed gelukt. Hè? Maand of 3-4 afgelopen tijd ging dat stukken beter weer. Maar uiteindelijk heeft dat blijkbaar geknaagd en heeft dat geleid tot het op moeten stappen. Natuurlijk zijn er allerlei schermutselingen geweest achter de gordijnen. Bijvoorbeeld iets wat daarmee te maken heeft is het voldoen van centjes voor de partij. Maandelijks wordt er een bedrag overgemaakt om zeg maar te sparen in tijd van verkiezingen of iets dergelijks. En Robert heeft dat een tijdje niet gedaan omdat hij vond dat het bestuur niet zichtbaar was en de manier van politiek bedrijven door de lokale D66 kon hij niet achterstaan. Nou kijk, dat je het niet eens bent met een bepaalde lijn, dat kan, dat kun je vertellen. Maar dat je dan via de fractieafdracht en een seintje van de penningmeester, een jaarlijkse
controle van de stukken erachter moet komen dat er blijkbaar een probleem zit. Hoe ging dat dan? Hoe ging dat dan? Nou, niet anders dan dat ik het nu zeg. Was het niet zo van, nou jongens, luister eens bij een fractievergadering of wat dan ook. Ik wil best wel 50 euro storten of 60 euro of hoeveel dat het ook mag zijn. Maar dan moet ik wel weten waaraan. Als dat was gebeurd, hadden we een open discussie gehad. Die hadden we ook afgesproken en hadden we hier niet gezeten. Ja, maar goed, dat is uiteindelijk dan een zoveelste aanleiding. Achter het verhaal, dus als we zeg maar met een helikopter even het een en ander beschouwen. Hoe kijk je er dan nu op terug? Het is jammer dat dit gebeurd is. En natuurlijk, dit beschadigt de hele politiek. En ook al hebben we als coalitie... En voor D66 tiel een klap. Ja, van 5 naar 3 zetels. Dat is bijna een halvering. Dat is natuurlijk heftig. Dat wilde ik net gaan zeggen. Kijk, D66 is een stabiele, stevige partij. Heeft vertrouwen van de coalitie. Heel veel steun gekregen. Je zegt een stabiele... Wat zei je nou net? Een stabiele, stevige partij met de steun van de coalitie. En wij gaan gewoon verder op de manier waarop we politiek bedrijven. Dat bevalt goed, krijgen we veel meer voor elkaar. En met deze twee mensen hebben we niet binnenboord kunnen houden in deze stijl. En dat is het probleem. Ja, wat mij zo opvalt, is het kan zijn dat het tussen mensen niet botert. Mm-hmm. Dus een eenling tegen een aantal andere mensen, dat kan. Goed, dan heb je allerlei trajecten om te kijken of je toch tot elkaar kunt komen. Soms gaat dat goed, soms ook niet. Mm-hmm. Maar in dit geval praten we over twee mensen. En mevrouw Roders, ook niet de domste... die sluit zich helemaal aan bij meneer Van Raalen. Dus er zijn er twee. Dat is toch een signaal, lijkt mij. Gaan jullie daar ook wat mee doen uiteindelijk als D66? Of gaan jullie op dezelfde koers verder zoals het tot nu toe gegaan is? Nou kijk, dit heeft natuurlijk best veel tijd en energie gekost om de club bij elkaar te houden, met elkaar te praten over dingen die misschien niet helemaal lopen zoals je zou willen dat ze moeten lopen. Daarnaast heeft me wel verbaasd dat wanneer mevrouw Roders in de krant zegt van ja, ik kan mijn kiezers niet vertellen na 2,5 jaar raadswerk wat ik heb bereikt. Ja, dan ben ik hem even kwijt. En dan denk ik van ja, waar was je dan? Waar heb je dan echt niet op gelet? Dus dat is een opmerking aan haar adres. Maar kijk, natuurlijk gaat D66 zijn wonden likken en gaat goed kijken wat er verder moet. We zijn hier in zoverre door beschadigd dat we toch wel na moeten denken. Zijn we wel op de juiste manier bezig? Ik denk lijkt me van niet. Nou, ik denk van nou, wel. Goed, kijk, als je politiek gezien kijkt, de punten die jullie binnengehaald hebben. Mm-hmm. Binnen die coalitie, dat is op zich prima. Mm-hmm. Maar dat er twee mensen opstappen, dat is heftig. Ja, maar dat is een interne afweging van deze twee mensen geweest. Ja, dat klopt. Kijk, ik heb alleen maar rekening te houden met een kiezer die ons afrekent op resultaat. Nou, resultaat boeken we. We hebben een prima coalitieakkoord. Daar hebben we zelf behoorlijk mee aangesleuteld. Ja, maar dit doet natuurlijk ook bij een kiezer de wenkbrauwen fronsen. Dat is duidelijk. Ja, en daar zullen we over anderhalf jaar moeten zien in hoeverre we daarop afgerekend worden. Ja, in die zin komt daar een iets andere koers. Daar gaan we in september over aan tafel. We hebben jaarlijks een heidag en een verlengde fractie. En dan gaan we nadenken over hoe doen we de dingen, waarom doen we de dingen. Doen we ze nog op de goede manier, een beetje in de managementtaal. Daar zal geen drastische koerswijziging komen, dat verwacht ik niet. Ferme taal heb je ook in de krant geduid. Je spreekt over zetelroof. Mm-hmm. Nou, zetelroof niet een juridische term. Ja. Maar je zegt eigenlijk wel, jullie zijn een stelletje dieven. Even plat gezegd en gechargeerd. Modder gooien. Bij verkiezingen gaat een groep mensen zich hard maken voor jouw partij. Klopt. Die hebben jouw verkiezingsprogramma gelezen, kennen misschien een paar mensen en willen graag dat jij hun woordje doet, hun woordvoerder bent. Maar juridisch is dat niet afgedekt. Die zetel gaat niet naar de partij, maar naar de persoon. Zie je landelijk ook. Ja. Lokaal hetzelfde verhaal. Dus mensen staan in hun volste recht. Ja, maar kun je krom vinden of niet? Maar zo zit het in de grondwet. Klopt, kiezers, zo ligt het kiezers in de grondwet. Gaan niet alleen op juridische principes af. Die gaan af op vertegenwoordigers van hun gedachtegoed. En willen graag zien dat wij niet altijd dingen zo bereiken. Nee, ik kan je voorbeelden noemen uit de Tielse geschiedenis. Dat mensen echt stemmen op een persoon. Terwijl die partij, dan kon je dat destijds ook nog wel vragen. Ja, nou ja, maar eventjes weer terug. Daar kan ik niks mee, maar. Weer eventjes terug. Dat modder gooien. Ja, nou ik vind het geen modder gooien. Het is moreel gewoon onaanvaardbaar. Je maakt die twee uit voor een stelletje dieven. Nee, zetelroof wil zeggen dat je de partijprincipes heel gemakkelijk aan de kant schuift, omdat je vindt dat het helemaal anders moet, terwijl je het inhoudelijk eens bent. Dat is al heel vreemd, maar goed, dat hoef ik niet uit te leggen.
En ja, zoiets doe je niet. Kijk, als je het niet eens bent met de partijlijn, stap je op en dan was het dat. Dat is de netste manier. En nu met hetzelfde gedachtegoed aan de andere kant van de tafel gaan zitten, dat vind ik moreel laakbaar. Ja, nou, en dat punt heb je dus ook bij deze weer gemaakt. We gaan de zomer in. En dan? Zoals ik zei, na de vakantie starten we met een heidag. We gaan ons langzaam opmaken voor verkiezingen en voor de begroting in november. Het team heeft er zin in. We gaan alle creativiteit weer uit de kast halen om te kijken hoe goed we ons best voor onze inwoners kunnen doen. Nou, jouw rol als fractievoorzitter die blijft gewoon zoals die is? Ja, dat verwacht ik wel. Daar is geen discussie over geweest. En jouw ambitie, jouw persoonlijke ambitie tot slot? Ja, Laurens is er ook alweer een x aantal jaren, over de 10 jaar is hij al wethouder. Dus het ligt in de lijn der verwachtingen dat hij ook eens een keer zegt van, nou, ik heb eigenlijk alles wel bereikt hier in Tiel en ja, ik ga eens even buiten de deur kijken. De man is ook op een leeftijd dat je zegt dat hij dat ook kan. Heeft een hele mooie erelijst, zou je bijna kunnen zeggen. D66, die wil aan de knoppen zitten, zoals je zegt. Jouw rol daarin? Dat is erg vroeg om daar nog over te speculeren. Nou goed, die discussie moet je ziet in deze zomer altijd de zomer, niet voor, vlak voor de verkiezingen, maar nee, daarvoor dat er een soort van stoelendans is. Nee. Ja, en mensen nemen posities in en maken kenbaar wat ze willen. Stoelen staan bij D66 nog stevig op hun plek. Natuurlijk wordt er over nagedacht, maar de discussie moet nog komen. Wat willen we precies? Wie wil er precies wat? En wat wil jij? Weet je, ik hou alle opties open. Het wethouderschap ambieer je ook wel. Ik ga dat niet uit de weg als het op mijn pad zou komen. Maar nogmaals, dat is niet wat ik kan roepen en zomaar zelf kan bepalen. Dat doe je als team, dat doe je als fractie in samenspraak met je leden en je bestuur. En dan ga je kijken wat is voor D66 een uitstekende oplossing. Ja. En daar gaan we zeker over nadenken. En uiteindelijk doen we het voor die inwoner in Tielhuis, hoe simpel is het? Daar gaat het om en daar wil je je best voor doen. Klopt. Nou, ga ik me bij aansluiten. Hey, mag ik je danken voor het gesprek? Graag gedaan. Tot zover deze aflevering van het Koetshuis. We zijn er de volgende week weer. Graag tot dan.